Hoi, ik ben Sterre. Ik ben net als jullie hier ook patiënt. Ik neem jullie vandaag mee naar de operatiekamer om te laten zien hoe het er hier aan toe gaat en wat de verschillen zijn met het Sophia. Kom je mee? Wanneer je aan de beurt bent voor de operatie, is het tijd om naar het operatiecomplex te gaan. Als je het fijn vindt als een van je ouders meegaan of rapidan de verdovingszalf op je hand gesmeerd te krijgen, kun je dit van tevoren aangeven en kan dit geregeld worden. Voordat je naar de operatiekamer gaat, word je eerst naar de holding gebracht. Dit is een soort wachtkamer. Je krijgt hier ook het infuus en de ECG-plakkers. Een leuk beetje is dat je hier meestal met je achternaam wordt aangesproken. En het kan hier heel druk zijn, want er zijn superveel operatiekamers en dus ook patiënten en medewerkers. Als het operatieteam klaar is voor de operatie, word je naar de operatiekamer gebracht. Het is hier heel groot. Er is dus genoeg te zien onderweg. Als je op de operatiekamer aankomt, ben je nog wakker en staat je operatieteam op je te wachten. Niet schrikken hoor, het zijn heel veel mensen in een blauw pak. Je gaat van je bed over op de operatietafel. Dan krijg je wat vragen om zeker te zijn dat jij bent. Dit is de time-out procedure. Misschien hoor je wel dat ze gaan toppen. Hierna word je in slaap gebracht en kan de operatie beginnen. Na de operatie word je wakker op de recovery. In de Sophia wordt dit meestal de uitslaapkamer genoemd. De eerste keer dat ik hier kwam dacht ik zo, wat een mensen en wat een bewegingen. Het lijkt het Centraal Station wel. Ook hier is weer heel veel mogelijk. Wil je bijvoorbeeld dat je ouders weer bij zijn? Dan kan dat. En natuurlijk kun je ook hier een heerlijk ijsje krijgen. Zoals je ziet gaat het hier iets anders aan toe dan in het Sophia. Maar er is wel heel veel mogelijk. Zolang je je wensen maar bespreekt met het ziekenhuis. Alvast heel veel succes met je volgende operatie. Doei doei!